De brandweer rukt het afgelopen jaar zo'n 12.000 keer uit. En elke keer is het de vraag wat voor brand het is en hoe die bestreden moet worden. Om dat nog beter te beoordelen worden gegevens verzameld in een grote database. Zo krijgen brandweerlieden snel informatie over de plek des onheils. Als een brandweer uitrukt naar een incident, dan is het wel makkelijk dat je zoveel mogelijk weet van wat je te wachten staat. In plaats van dat je niet weet wat er zich achter de deur afspeelt. Nou, door al die data aan elkaar te koppelen, krijgen wij steeds meer inzicht in informatie bij brand, maar ook om brand te voorkomen. Voor het verzamelen en koppelen van deze data heeft het Korps Amsterdam-Amsterland zelfs een prijs gewonnen. En mag zich daarmee de slimste organisatie van Nederland noemen. Hoeveel tijd bespaart u met dit nieuwe systeem? Heel veel tijd. Ja, vroeger moesten we het opzoeken in een boek. Nou, als ik in de uitdruk zit, had ik daar geen tijd voor. Dan moest ik ter plaatse kon ik een boek openslaan en dan kon ik de informatie halen. En nu via het moderne systeem kan ik het al onderweg gaan opzoeken. Hier staat bijvoorbeeld een buitenbrand. En bij de buitenbrand zijn er een paar details. De beller heeft gezegd dat er een scooter bij staat. Dat het vlakbij het pand is. En dat we misschien toch nog haast moeten maken. Morgen is zoals elk jaar een zware dag voor het korps. Vuurwerk en alcohol, dat is vaak niet de beste combinatie. Ja, dat belooft wel wat voor morgen. Ja, dat is elk jaar is oud jaar. Oud opnieuw is een heel spannende dag. Onze mensen zijn ook getraind natuurlijk. En wij proberen ook te deescaleren daar waar het niet nodig is. En wanneer het te spannend is, dan trekken we ons terug. Want de veiligheid van mijn eigen mensen staat altijd voorop. In ieder geval kunnen branden tijdens oud en nieuw bestreden worden met nieuw materieel. Vandaag werden 16 nieuwe tankwagens geleverd.